In je hersenen en je ruggenmerg zijn miljoenen cellen met elkaar verbonden via zenuwuitlopers. Hierop zit een isolerend laagje genaamd myeline. Bij de ziekte MS wordt dit laagje beschadigd door ontstekingen. Door deze beschadigingen raakt het contact tussen je hersenen en de rest van je lichaam verstoord. En dan krijg je pas echt de zenuwen. Iedere MS-patiënt heeft andere symptomen. Moeheid. Tintelingen, spierproblemen en moeite met evenwicht. Deze klachten komen en gaan. De ene dag voel je je prima, de andere dag ben je al moe bij het opstaan. Zo'n MS-aanval wordt ook wel een sjoep genoemd. Als de ontsteking verdwijnt, zijn ook je klachten over, maar de myeline groeit niet meer terug. Op die plek ontstaat een litteken. MS staat voor multiple sclerose, oftewel meerdere littekens. Dus je bent er na de eerste keer nog niet klaar mee. MS is nog niet te genezen. Er zijn wel manieren om de ziekte te remmen, aanvallen te stoppen of symptomen te bestrijden. Ook de fysio- en ergotherapeut kunnen je helpen om te leren leven met MS. Misschien een stapje terug doen?